Gerben en Jacqueline Goijker runnen al jarenlang een tuincentrum in Diepeveen en kweken daarnaast ook zelf kerstbomen. Ze zijn zich alweer helemaal aan het voorbereiden op de aankomende kerstdagen. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben de toppen eraan het uitknippen. Waarom? Nou, als je een beetje een mooie vertakte boom wil, zoals deze, er zit een lange top in, die knip ik eruit. En dan kan ik deze aanbinden, waardoor het hier meer gaat vertakken. Dan krijg ik een mooie volle boom. En dan gaat deze top weer rechtdoor groeien. Wat zijn dit nou voor kerstbomen? Dit zijn Noordman kerstbomen. En wat is het verschil met een den? Een Noordman is een spar. En die heeft een zachte naald. En die houdt ook heel goed zijn naald vast. Dus hij prikt niet. En dat is heel fijn als je de kerstboom moet optuigen natuurlijk. Ja, en worden deze nou eerder gekocht dan de den? Tegenwoordig wel. Omdat ze en heel mooi qua vorm zijn. Ze zien er leuk uit. En het is gewoon, ja, die naaldvastheid denk ik dat voor mensen heel belangrijk is. Dat ze gewoon in huis weinig naaldval hebben. Hoeveel kerstbomen verkopen jullie nou zo per jaar? En dat is het geheim van de smid. Dus daar heb je het eigenlijk niet over. Maar jullie moeten wel voorbereid zijn op de verkoop. Tuurlijk. Ik hou ieder jaar bij hoeveel kerstbomen we verkopen. En aan de hand daarvan weet ik ook wat ik moet inkopen of uitsteken voor het volgende jaar. Heb je tenslotte nog tips? Zeker. Je moet je boom altijd voldoende water geven. Koop je een boom met kluit in een pot, dan zorg je dat die kluit nat blijft. Dus dan moet je echt iedere week controleren. Koop je nou een Noordman die gezaagd is, dan snij je hem eerst aan. Dan zet je hem op de standaard. En de standaard zorg je altijd dat er voldoende water in zit, zodat die boom zijn naalden houdt tot ver na nieuwjaar.